Les 4. Na honden komen de katten. Dat zijn net als bij honden printen die je regelmatig tegen kan komen. En hoe eerder je die in je hoofd hebt zitten, hoe makkelijker het er is om in het veld ook te kijken. Oké, okay, nu zit ik zeker naar een kat te kijken. Of dit, is, uh, dit kan geen kat meer zijn. Dit moet iets anders zijn. Hoe meer je er ziet, hoe beter. We beginnen dus uh, dicht bij huis. Nou, katten heb je uh, niet heel veel soorten van. Dit is een echte wilde kat, ergens uit Duitsland. Um, in Nederland heb je natuurlijk huiskatten die echt overal voorkomen. Vergis je niet, in alle natuurgebieden overal uh, lopen katten, soms verwilderd. Um, wilde katten hebben wij alleen in Brabant. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk nog de links die in delen van Europa zeker voorkomt. Voorvoet. Net als een hond heeft een kat aan de voorvoet vijf tenen, maar meestal zie je er vier. kom ik zo op. Tenen zijn flexibel, dat is belangrijk om uh, te onthouden. De omtrekvorm van een voorvoet is rond, de voorvoet is ook groter dan de achtervoet. Tenen, vind ik, hebben altijd een capsulevorm, dat zie je hier mooi. En het middenvoetkussen is groot. De brent zelf is een beetje asymmetrisch, als je goed naar de brent kijkt staan ze niet gewoon allemaal keurig op rijtjes, dus ze lopen een beetje af en allemaal net even iets op een andere plek. Je ziet geen nagels, maar zeg nooit nooit. En uh, wat je hier ziet onderin is nog een polskussen. En als je goed kijkt zie je aan de rechterzijkant nog wat deukjes in die vacht zitten. En daar zit ergens de duim verstopt. Dus leg je eigen hand er maar naast en kijk maar in je handpalm. Dit is een rechtsvoer van een kat. Hier een achtervoet. Een achtervoet, kijk maar naar de omtreksvorm, is niet meer echt rond. Maar vind ik altijd eerder een staande ovaal. Middenvoetkussen, ook net als voorvoet, natuurlijk ook weer groot. En aan de onderkant die drie lobben, dat is echt een heel mooi kenmerk. En ik heb het altijd als ezelsbruggetje. Het is dus een beetje zoals kinderen een neus tekenen op papier. Zo'n kinderneus, die staat hier. Uh, hier, achtervoet, heeft wel vier tenen. En het middenvoetkussen is wat hoger, wat langgerekter. Het is meer een torentjesvorm dan die plompen aan de voorvoet. Hier nog een keer dezelfde prenten van net, maar dan nu naast elkaar om nog even ernaar te kijken. En dan zie je echt duidelijk dat de voorvoet wat ronder is en het middenvoetkus aan de bovenkant bij beide is afgevlakt. Drie lobben, eh, die zijn echt wel weer anders qua vorm in de voorvoet dan in de achtervoet. Maar in ieder geval staan ze hier mooi naast elkaar. Nou, voor een vergelijk. hier is een kat op een zandpad. Typisch bij een kat zie je ook heel vaak de prenten bij elkaar staan of in elkaar staan of op elkaar staan zelfs. Hier staan ze gedeeltelijk in elkaar. Aan jullie de vraag dan, nou ja, wat is voorvoet, wat is achtervoet met die kennis van net? Uh, niet te veel denktijd. <laughs> maar dit is uh, links de voorvoet. Uh, veel rondere vorm, dat zie je echt mooi. Die rechter is echt een slagje groter, langer vooral. En uh, de voorvoet staat links. En de rechts is de achtervoet met dat meer torenachtige middenvoetkussen. En sowieso wat langer rechter. Mooi voorvoet. Um, tenen dicht op het middenvoetkussen, vlakke bovenkant middenvoetkussen, drie lobben aan de onderkant. En wat heel uh, kenmerkend is voor een kat, is dat het middenvoetkussen neemt enorm veel ruimte in in een brand. Als je naar een brand kijkt en je ziet kleine teentjes en een groot middenvoetkussen, dan is het al heel gauw stuurt het je richting kat. Dit is ook weer een voorvoet van een kat. Uh, nog eentje. Ook weer een kat in nat Zand. Drie lobben die zie je eigenlijk meteen in dat middenvoetkussen. Tenen dicht op het middenvoetkussen zelf. En het middenvoetkussen aan de onderkant is een beetje zo schuin, loopt het af naar binnen toe. Er ja, zijn wat schuine hoeken, dat zie je bij deze ook echt heel mooi. En als je goed kijkt zie je aan de rechterkant, zo'n beetje ter hoogte van het cijfer 3,5, maar dan rechts in de foto zie je de duim staan met de nagel. Dus dit is een, zet je hand maar naast, alsof je die zou afdrukken. Dit is een linksvoer van een kat. Kleine formaat altijd. Maar dit is een mooi voorbeeld van tenen zijn flexibel. Dit is een kat uh, waar je goed van in de war zou kunnen raken. Want ik zie in één keer wel grote ruimte tussen de tenen en het middenvoetkussen. Het middenvoetkussen zelf is niet helemaal duidelijk. Ik zie nagels. Bij tenminste twee tenen. En dat klopt allemaal. Maar dit is een kat in grote paniek. En dat klopt ook want mijn hond zat er achteraan. En deze kat was op weg naar een boom. En in gelop stak hij een pad over. Maar wat je nog steeds ziet. Er zijn drie lobben aan de onderkant van het kussen. En uh, de tenen drukken nu helemaal af. Alles is voor grip. En die nagels erbij ook weer voor grip. Dus dit is een kat die keihard aan het rennen is. Hier weer een kat in um, de blubber. En uh, zegt nooit, nooit hè. Dus uh, katten uh, hebben geen nagels hier willen staan. Of hoor je wel eens iemand roepen? Nou, dat is niet zo. Deze kat heeft zeker nagels. Het is dezelfde kat. Voorvoet staat rechts achtervoet staat links en van de achtervoet drukken tenminste twee nagels af. En die nagels vind ik ook altijd heel kenmerkend. Als je in blubber hebt zoals dit, zie je dat goed. Dan zijn het net twee van die veetjes op de kop. Dus er zit de volledige omtreksvorm van die nagel kun je zien. Nou, als ik zou vragen wat is dan de voor- en achtervoet en je moet er lang over nadenken, moet je nooit vergeten. Je zet je voorvoet neer en dan til je die op en dan komt je achtervoet. En andersom lukt het eigenlijk niet. Je, geen beest zet zijn achtervoet eerst neer, tilt hem op, zet hem weg en dan zijn voorvoet erin. Dus zie je... Twee prenten kort bij elkaar staan of half in elkaar. Welke is dan de meest complete? Dat is de achtervoet. Dat is ook zo bij reeën, dat is bij honden zo, noem maar op. Eerst je voorvoet, die til je op, die gaat weg, dan komt je achtervoet. Dus altijd de meest complete prent is de achtervoet. Nou, dit is een leuke puzzel. En uh, dat is het natuurlijk uh, vaak buiten. Je ziet alleen maar details. Als je van onder naar boven kijkt, zie ik eerst vier tenen en ik zie verder helemaal niks. Dan zie ik erboven een middenvoetkussen en met één teen of twee tenen misschien, en dan daarboven weer wat tenen. Nou, dat zijn drie puzzelstukken. En als je al die, die informatie die hier op het cel hebt staan bij elkaar schuift, dan wordt het een kattenprint. Die onderste tenen zijn asymmetrisch, die staan niet mooi in groepjes van twee, zoals bij een hond. Dan komt er een middenvoetkussen met heel duidelijk drie lobben aan de onderkant, de kinderneus. Boom, dat is echt het kenmerk van katten. En dan daarboven staan weer wat losse tenen in zo'n wat ik nog mooi vind: die capsulevorm. Nou, dan de locatie: dat kunnen jullie niet zien, maar dit is kuilvoer. Dat ken je misschien wel van die hele grote balen, zwart of wit plastic. Uh, in een weiland was dat. En daarbovenop in dat stof staan printen. Nou, dan vallen heel veel beesten al af. Er is geen haas die bovenop een 2 uh, meter hoge bult kuilvoer springt, en een kat doet dat. En uh, Dus ook de locatie is natuurlijk heel belangrijk. Om te bekijken van wie kan het zijn. Dus dit is een kat. Dan een hele grote kat. Ik sla de details van de wilde kat verder over. Want die, dat is eigenlijk hetzelfde huiskat. Maar dit is een ander verhaal. Dit is links. En die is echt een stuk groter. Als je een huiskat hebt van 2,5 3 centimeter. Gaan we hier in één keer naar 8. En ze kunnen nog wel groter worden. Dit is een mannetjes links uit de harts. Die was gevangen om te zenderen. Voor onderzoek. En gelukkig hebben die mensen daar mooie foto's van gemaakt. En dit is eigenlijk wat je bij die huiskat ook ziet, maar dan in het groot. En heel veel haar onder de poten. Dat is ook typisch voor links in dit geval. Nou, dit is een afdruk van een links. Wat je eigenlijk meteen ziet, is het formaat. Kijk maar naar de centimeter aan de, aan de zijkant. 7 centimeter zo'n beetje. Uh, Tenen-aardig capsulevorm. Tenen asymmetrisch. En vooral dat middenvoetkussen. Het drukt helemaal niet mooi en volledig af. Maar het is wel groot. Je kunt zien dat het middenvoetkussen enorm veel ruimte inneemt van de hele print. Dus dat stuurt je eigenlijk al naar kat. Nou, dit is zelf euh, mooi, we kopen al heel wat jaren in de harts. Maar dat wil niet zeggen dat je dus ook een link ziet in de sneeuw. Um, maar dit is een prachtige linksafdruk. Nou, als je nog denkt aan die vorige foto: van de voet zelf was 7 centimeter lang en deze is 7 centimeter breed. Ja? Dus katten, dat, is meteen al, dat stuurt je al. Dat is dus een ronde print. En de linkse print zijn groot. Dus hier zie je hele mooie dubbele printen in de sneeuw staan. En sterker nog, als je goed kijkt, zie je links ook nog een oude print staan. Dus dit is een kat gewoon, een links die terugkomt in zijn eigen spoor of in het spoor van een ander, en datzelfde route nog een keer loopt. Dus eigenlijk zit je hier naar vier printen te kijken. Deze is echt nog veel mooier. Die staat ook in het printenboek. Uh, en dit is ook een goed voorbeeld van als je nergens uh, verhouding bij hebt liggen, geen centimeter of in dit geval een zakmes, dan heb je geen idee hoe groot het is. Als je deze naar mij stuurt. Dan zou ik zeggen dat is een huiskat. Maar het is links. Kijk maar naar dat zakmes. Die is groot. Um, onder staat de achtervoet. dadelijk weer die kinderneus. Drie lobben. Uh, wat langwerpiger. En nu zie je ook weer mooi dat die, deze wel weer wat asymmetrisch is. Maar dat is een typisch kat. He. Die kunnen heel flexibel met hun tenen omgaan. En boven is de prent een stuk ronder. Tenen dicht op het middenvoetkussen. Dus we kijken hier naar een links. Achtervoet staat beneden. En de voorvoet staat boven. Nou, manieren van lopen probeer ik altijd mee te pakken in mijn verhalen. En dit is typisch de catwalk. Dat komt hier vandaan. Ja. Zo'n mannequin die de voeten echt altijd op één lijn zet. Dat doen katten ook. Eh, of laten we het zo zeggen: katten zijn ermee begonnen en de modewereld heeft het overgenomen. Maar hier zie je duidelijk een kat in zijn eigen voetstappen staan. Dus steeds een achtervoet in een voorvoet. En ze staan bijna op één lijn. Maar in ieder geval eh, strak gesnoerd. Eén lange strook brente achter elkaar. Een kralensnoer in de sneeuw of in de blubber, dat is typisch voor een kat. Als een kat niet hoeft, gaat hij niet in een draf, gaat hij niet hardlopen. Ja, een kat stapt alle tijd. Eén laatste foto. En dit is nog een mooie om te vergelijken. Katten en honden kun je soms door elkaar halen, eh, zeker als het formaat eh, overlap heeft. Kijk, hieronder staat natuurlijk een grote hond onder in beeld, dus dan is het al gauw van oordeel oh, dat ze groot beest en die boven is klein. Maar dit is wel een mooi voorbeeld, dames. Die erbij. Oké, okay, kijk naar de hond en hoeveel ruimte neemt het middenvoetkussen in van de hele prent. Of je kunt ook zeggen hoeveel ruimte nemen de tenen in van deze hele prent. Nou, ook al drukt dat middenvoetkussen van die hond niet helemaal af, je kunt wel zien dat die tenen echt enorm veel ruimte van de prent zelf innemen en het middenvoetkussen maar een deel ervan. En als je naar die bovenste prent kijkt, dat is de mooiste van die kat. Dan zie je het omgekeerde: kleine tenen en een enorm middenvoetkussen, massieve vorm. Al die tenen van die kat kun je eigenlijk bij wijze van spreken in dat middenvoetkussen schuiven. En dan passen ze er allemaal nog in. En bij die hond omgekeerd gaat dat niet lukken. Als ik twee tenen in dat middenvoetkussen prop, dan zit hij eigenlijk wel vol. Dus dat is een hele mooie om op te letten: Katten en honden, kijk naar de verhouding middenvoetkussen en tenen. En de laatste foto is altijd een, over, een bruggetje naar de familie die we direct gaan bespreken. De volgende les 5 gaat over haas en konijn. Naar rechts in beeld uh, staan kattenprenten. En links trouwens ook een kat met nagels. En dan helemaal boven in beeld staat een haas. En die komt loopt van boven naar beneden. Je ziet vooral een vage print, maar de nagels zie je in een blauwe cirkel staan. Dat was hem. Op naar de haas.